Voor een succesvol verloop van het Startup in Residence programma is een nieuwe manier van aanbesteden nodig. Waarom dit zo belangrijk is en wat deze andere manier dan precies inhoudt, zal in dit inzicht worden uitgelegd. Ook wordt ingegaan op hoe deze nieuwe manier doorwerkt in het samenwerken en hoe deze normaal wordt. Een start-up zal vertellen hoe die nieuwe manier hielp in de samenwerking met de overheid. Een traditionele aanbesteding kenmerkt zich door het feit dat die binnenkamers binnen de gemeentes wordt uitgedacht en dan op de markt wordt gezet. En vervolgens kenmerkt die zich toch door een hoge drempel voor kleinere partijen zoals start-ups om aan een dergelijke aanbesteding mee te doen. Het doel van het aanbestedingsproces is allereerst om die hoge drempel om aan een gemeentelijke aanbesteding mee te kunnen doen voor start-ups te verlagen. Ten tweede is het doel de contracten die wij de start-ups aanbieden te versimpelen en te faceren. Het traject is ontworpen om innovatiegericht te kunnen inkopen. Het is eigenlijk een proces waarmee de gemeente zichzelf tot doel heeft gesteld aan de hand van vraagstukken innovatieve oplossingen in te kopen. Wij doen dat innovatiegerichte inkopen enerzijds door alles rondom een vraagstuk te organiseren. Dus daarin zetten wij in de contractering het vraagstuk dat moet worden opgelost centraal. Door het specificeren van de vraagstukken voorkom je dat je al op basis van vooronderstellingen een weg inslaat die je eigenlijk niet hoeft in te slaan. En dat je vooral werkt op basis van validatie van het probleem samen met de start-up. Wij zorgen ervoor dat de aanbestedingsprocedure, wat overigens een Europese aanbesteding is, laagdrempelig blijft door alleen de minimale verplichte onderdelen uit te voeren. Het is zelfs zo dat als we de cursus geven over inkoop, hoe werkt inkoop binnen de gemeente, de start-ups dan pas doorhebben dat ze mee hebben gedaan aan een Europese aanbesteding. Als je echt innovaties wil, leent aanbesteden zich er bij uitstek voor. Want de basis is opschrijven wat je opgelost wil hebben. En waar een leverancier aan moet voldoen. En hoe je gaat gunnen. En als je daartoe beperkt, dan krijg je als het goed is de beste innovatie uit de markt. Want je geeft alle ruimte aan aanbieders om te komen met de beste oplossingen die bij jou passen. Nou, wat je nodig hebt om op die manier aan te besteden is lef. Bij de meeste aanbestedingen, laten we ze even traditioneel noemen, dan ben je vooral bezig met het afdichten en afdekken van risico's. Dat doe je door heel veel dingen op te schrijven, heel veel dingen te vragen, heel veel dingen zeker te stellen. Wat je bij zo'n aanbesteding voor bijvoorbeeld in residence doet, is heel veel weglaten. En dat houdt in dat je om kunt gaan met de onzekerheden die op je afkomen. Niet dichter maar aan de voorkant, maar als die onzekerheden komen, weten hoe je daar op een verstandige manier mee omgaat. Aanbestedingen hebben heel vaak een slechte naam. En of de vraag of dat terecht is, ik vind van wel. Want wij zijn de afgelopen jaren echt in staat gebleken om hele dikke documenten te maken die slecht leesbaar waren, met heel veel vragen die eigenlijk niet relevant waren. Als we kijken hoe Algemene Zaken communiceert met de burger, dat is in een taal die we allemaal snappen. Dat kan ook in aanbestedingsdocumenten. Ja, als je dan een aanbesteding hebt en je wil met start-ups werken, moet je ze wel zien te bereiken. Ja, die start-ups, ik schat in dat ze Europese aanbestedingen niet herkennen, maar de kunst is in hun taal uit te leggen wat zij moeten doen, zodat jij krijgt wat jij nodig hebt. Dus aanbestedingen hebben een slechte naam. Ja, ik hoop dat we in de komende jaren eraan kunnen werken om te zorgen dat het een goede naam krijgt. Ja, Geronimo AI is anderhalf jaar geleden eigenlijk begonnen door vier oud-studenten van TU Delft. We zijn eigenlijk op een hele open manier begonnen met te kijken wat voor partijen zijn en wie zouden we kunnen helpen. En op die manier kwam dus ook het Startup in Residence op ons pad. Omdat er twee uitdagingen waren die wel bij ons pasten. De eerste was voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat ging dan over het controleren van pachtgronden. Of de agrariërs de goede en zich hielden aan de regels rondom het roleren van gewassen. Omdat anders de grond wordt uitgeput. En de tweede was voor de provincie Zuid-Holland. En die wilden graag hun planning van groot onderhoud van de wegen efficiënter doen. En ze hadden best wel veel data, verzamelden ze al, maar daar maakt ze er niet optimaal gebruik van. Voor instanties zoals inderdaad het ministerie en de provincie is het heel waardevol om een keer op een andere manier samen te werken met een externe partij in plaats van met een hele formele aanbesteding waarbij alles heel dichtgekit eigenlijk. Om juist op een hele flexibele en open manier samen te werken met een hele leuke, andersdenkende partij. Je moet juist wel heel erg voor openstaan van we gaan gewoon een zoektocht in met elkaar. En ik denk dat in de selectieproces is daarom denk ik extra belangrijk om heel erg te focussen op het team. Wij hebben geen afdeling die aanbestedingen kunnen winnen, zeg maar. Wij hebben daar ook helemaal geen ervaring mee. Ja, zelfs al zouden we een hele afdeling hebben als start-up die aanbestedingen kunnen schrijven en winnen,
zelfs dan denk ik dat het niet altijd de beste manier is om innovatie te doen. We zitten nu op een bepaald punt in de techniek en we kunnen nu nog niet voorspellen wat er over 3 jaar mogelijk is. Dus als je nu al vastlegt hoe ons traject voor de komende 3 jaar eruit ziet, dan mis je eigenlijk een heel stuk nieuwe ontdekkingen die je eigenlijk niet meeneemt in je innovatie. Eigenlijk samenwerking altijd het allerbelangrijkste is met de klant, omdat je staat inderdaad best wel ver van elkaar af. In ieder geval, wij waren net allemaal afgestudeerd aan de universiteit en dan moesten we opeens samen gaan werken met allemaal ambtenaren die een heel ander beeld van de werkelijkheid hebben dan wij natuurlijk. Dus dan is communicatie denk ik de allerbeste manier om bij elkaar te komen. En een ander ding wat ook wel heel belangrijk is dat bij de trajecten kregen we ook een mentor toegewezen die we langdurig zeg maar ook contact mee konden hebben. En dat zijn dingen waar ik heel veel van geleerd heb en wat voor ons denk ik als start-up heel erg waardevol is geweest.